Seb, LG. LG is wel een klein beetje een zorgenkindje. Dus we waren echt wel benieuwd naar wat zij gingen brengen. Ze hebben het een en ander gebracht. Maar waar ging het vooral over? Wel, die voorkant. Dus we hebben die notch gezien waar ze eigenlijk vanaf het begin, als die renders zijn gelikt, een beetje zijn mee afgeschoten. Van, oh, wie heeft dat nu nog, een notch? Iedereen wil toch een randloos design? Ja. Maar ik moet zeggen, ze hebben er een goed excuus voor. En dat is iets wat ik heel graag zie. Ik heb al vaak ook in een opinieartikel geschreven, gezichtsherkenning is een bezorgdheid. Zij rekenen daarmee af met die TOF, die Time of Flight camera. Dat is supergoed. Dus nu dat is veel veiliger gemaakt. Anderzijds, ze doen er nog veel meer mee, Dim. Ze komen ook met die gebaar, die gestures, waarmee je dus je hand kan gebruiken om het volume te wijzigen. Je kan nog veel meer andere dingen doen. Je kan apps sneller lanceren. Je kan je telefoon ermee ontgrendelen. En het voelt een beetje aan als magie. En ik ben er vrij zeker van dat we dat snel ook in andere toestellen gaan zien. Ja. Nou, we hebben het even geprobeerd gisteravond en weet je, misschien is het nog niet flawless, maar als je het eenmaal door hebt, werkt het wel. En waar het om gaat, hij scant de palm van je hand en dat patroon schijnt meer uniek te zijn dan je fingerprint scan. En wat jij zegt, de veiligheid wordt door die TOF-camera, de TOF-camera, Time of Flight-camera, wordt enorm verhoogd. Daar legden ze niet zo heel veel nadruk op, maar het is inderdaad wel zo. De gimmick kwam meer naar voren. Over welke toestellen hebben we gesproken? Bij LG. Ja. Bij LG hebben we naast die LG G8 10Q hebben we ook de LG V50 10Q 5G gezien. Dus zoals de naam het al doet vermoeden, daar hebben ze 5G in gestopt. En dat is echt wel een form factor waar ze ook heel veel op benadrukt hebben. Want Qualcomm was ook weer aanwezig, heeft ermee gepraat. Hebben we het al wel vaker gezien. Maar zij zeggen wel, dit is wel iets dat de toekomst gaat vooruit duwen. En wij willen ermee voorop op de rij staan. En dat doen ze dan ook. Ja. Wij zullen nog niks aan die 5G toestel hebben. De G8 ThinQ is voor ons belangrijker. Wij krijgen beschikking over de G8S. Ze gaan een aangepaste versie uitbrengen in Nederland om meer competitief te zijn met prijs. Ja, dus inderdaad, het gaat een iets sterkere versie worden, ook met specialere kleuren, die G8 ThinQ S. Wat we er precies van mogen verwachten is nog niet helemaal bekend, maar wel is het zo, het is echt wel een heel innovatief toestel uiteindelijk. En dat is wel heel leuk om te zien, ze proberen andere dingen uit dan andere fabrikanten doen, want Sony speelt behoorlijk veilig buiten hun 4K OLED-scherm, dat we eerder al eens hebben gezien ook, bij hun eigen toestellen. We hebben ook al een 4K toestel gehad, met die Z5 Premium. LG speelt het minder veilig, heeft ook luidsprekers onder het scherm, toch een paar extra leuke features die we toch wel naar uitkijken om te gaan testen. Ja, nou ja, ik vond ook LG had een keurige persconferentie, kwam met een aantal leuke dingen. Ze zijn ook gekomen met een hoesje met een extra scherm. Dus zij hebben nog lang geen foldable. In een gesprek met de Nederlandse afgevaardiging zei van ja, foldable is voor ons nog iets wat we gaan afwachten. Wij werken eraan, maar we gaan even kijken wat de industrie doet. Ja, slim gezegd. Maar dat hoesje, je kunt dus een hoesje kopen voor de G8, waardoor je een extra scherm krijgt. Er zit gewoon een OLED-schermpje in en dat kun je gebruiken. Leuk bedacht. Waarom is het leuk? Je kunt ervoor kiezen om het te nemen of niet. Dus weet je, dan is het een leuke gimmick. Verder moeten we nog afwachten wat de prijs wordt, want is het niet genoemd, hè? Nee. En dat zal ook wel heel veel over dit toestel betekenen eigenlijk. We hebben dan die Nokia 9 PureView gezien gisteren. Daar waren we toch een beetje van onder de indruk voor die prijzen. Dat kwam aan 5,99 en dat is echt wel sterk als je dan die 5 camera lenzen achterop bekijkt. Dus we gaan zien wat LG gaat brengen. Jazeker. Nou goed, wanneer we wat meer over de prijs weten, dan lees je en hoor je en zie je het als eerste bij nrockworld.nl.